Onderzoeker bij het trainingscentrum Cambestenborg en ik mag vanavond uw host zijn bij het tweede college van het online collegereeks dat hoort bij het themajaar de herinnering aan Cambestenborg. In dit themajaar onderzoeken we als herinneringscentrum de vele betekenissen die er in de afgelopen 77 jaar aan Cambestenborg zijn gegeven en nog steeds worden gegeven. In het tweede college staat de bezoeker van Cambestenborg centraal. En de afgelopen 2 jaar is door mijzelf met hulp van vele collega's en vrijwilligers, een aantal zijn vanavond hier aanwezig, heb ik al gezien, en in samenwerking met het NIOT een publieksonderzoek uitgevoerd naar de betekenissen die de hedendaagse bezoeker vandaag de dag aan Westerbork geeft. En de komende 3 kwartier, 60 minuten ongeveer zal ik nu de voorlopige, het onderzoek is nog niet geheel afgerond, uitkomsten van het publieksonderzoek bespreken. U kunt natuurlijk zelf ook vragen te stellen door deze in de chat van deze Zoom-meeting te plaatsen. Ter informatie, u heeft het al gehoord, dit college wordt opgenomen en later via onze social media kanalen verspreid voor mensen die er vanavond helaas niet bij kunnen zijn. Dames en heren, ik wil graag beginnen met de reden waarom we eigenlijk dit onderzoek doen. Dit onderzoek, zei ik, hoort bij het themajaar de herinnering aan Cambestenborg. In het themajaar hebben we een aantal geleden hebben we dat bedacht, zeg maar. En de aanleiding daarvoor lag in 2018, 2019. En namelijk in die periode, in 2018... kregen wij een verzoek van Stichting Vluchteling of wij samen met hen een activiteit wilden organiseren. En dat was op zich, leek dat geen gekke vraag. Namelijk in die tijd werkten wij al misschien wel 20 jaar met Stichting Vluchteling samen. En zij vroegen aan ons, 2019 herinneringscentrum, is het zoveel jaar geleden dat het Vluchtelingenkamp Westerbork gebouwd werd. Kunnen wij niet samen een activiteit doen waarbij we ook aandacht vragen voor vluchtelingen in hier en nu? En daarover nadenkend zeiden wij, we werken al zo lang met jullie samen, we hebben een goede relatie en als we dat op een passende, goede manier zouden kunnen doen, zou dat goed mogelijk moeten kunnen zijn en gaan we dat doen. Dus zo gezegd, zo gedaan, in 2019 januari kwamen wij naar buiten met het nieuws, samen met Stichting Vluchteling. We gaan een activiteit organiseren en wij als herinneringscentrum zijn startplaats van een etappe van de Nacht van de Vluchteling. Dat kent u misschien, dat is een jaarlijkse loop van Stichting Vluchteling, waarbij zij aandacht vragen en geld ophalen voor vluchtelingen wereldwijd. En wij zouden een startplaats zijn als herinneringscentrum. En vanaf het herinneringscentrum zou men lopen naar Groningen toe. Dus wij kwamen naar buiten in januari met het nieuws. En op dat moment brak er een enorme discussie uit. In ieder geval zo leek het voor ons, op social media met name, over de betekenis van Cambestenborg. Zou je op een plek als Cambestenborg, zou je daar aandacht moeten vragen voor vluchtelingen het hier en nu? Een discussie die best hard gevoerd werd, met name wat ik al zei op social media. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat de Nacht van de Vluchteling niet doorging, maar het leidde ook toe dat wij eigenlijk, zoals het zou moeten, wat ons betreft, op onszelf gingen reflecteren bij het herinneringscentrum. En eigenlijk tot het besef kwamen van, dat wisten we eigenlijk al, dat er vele betekenissen zijn aan die nacht, aan Cambestenborg. In de zin dat er tegenstanders waren van die Nacht van de Vluchteling, maar ook uiteindelijk mensen die zeiden, dat moet juist bij Westerbork plaatsvinden. Dus verschillende perspectieven op eigenlijk wat Westerbork zou moeten zijn, wat Westerbork zou moeten vertellen. En dat was niet de eerste keer. En terugkijkend, u ziet hier een PowerPoint plaatje met linksboven bijvoorbeeld het Nationaal Monument Cambestenborg. En u weet dat misschien, dat het Nationaal Monument Cambestenborg pas gekomen is in 1970. Dus pas 25 jaar na de bevrijding kwam er in Westerbork een monument voor al die weggevoerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma. En waarom duurde dat nou zo lang? Eind jaren 40 eigenlijk begon men al te discussiëren over, moet er nou een monument in Westerbork komen? En destijds was het idee om een monument te maken van het crematoriumgebouw dat er nog stond. En het idee was, dat gebouw staat er nog en een voormalig verzetsgroep kwam met het idee, kunnen we daar niet een monument van maken voor al die vermoorde en weggevoerde mensen? En het idee was dus, daar gaan we een monument van maken, maar we gaan het eerst bespreken met de gemeente, met de provincie, met de Joodse gemeenschap in Nederland. En als eerste vroegen ze de gemeente Westerbork. En de burgemeester van de gemeente zei op dat moment, jongens, Westerbork is een prachtig dorp met allerlei schitterende fietspaden en leuke en mooie cafés. En elke keer als het over Westerbork gaat, buiten Drenthe, dan is het er altijd weer over dat Cambestenborg. En zo komt niet het prachtige, positieve stuk van het dorp Westerbork komt aan de orde. Dus eigenlijk vind ik zo'n monument leidt alleen maar af van het prachtige dorp. Wat mij betreft hoeft dat niet. De provincie gaf eigenlijk hetzelfde antwoord en daarna volgens het leger. Namelijk op dat moment waren er in de buurt van Cambestenborg militairen gelegerd. En aan het leger werd de vraag gesteld van, hoe kijken jullie nou naar een mogelijk monument op deze plek? En het leger antwoordde,
Die militairen die daar nu zitten, zijn allemaal mensen geboren rond 1930. Allemaal jonge jongens nog in de oorlog geweest. Die moet je eigenlijk niet belasten met dat hele gevoelige verleden. Dus wat ons betreft hoeft er ook geen monument te komen in Kandisteborg. En als laatste vroeg men een aantal rabbijnen in Amsterdam. Die gaven eigenlijk twee antwoorden. Ten eerste zeiden ze, Amsterdam is ontzettend ver van Westerbork. En wat ons betreft is dat, hoeven we daar niet meer heen. En ten tweede, er zijn hier al wat monumenten in Amsterdam. Dat is voor ons meer dan genoeg. Want de meeste van ons wil eigenlijk gewoon vergeten. Die willen niet meer aan die oorlog denken. Dus ook wat ons betreft hoeft er geen monument te komen in Kandisteborg. En eigenlijk zie je dat in die 20 jaar die daarop volgen, zie je vaak diezelfde antwoorden terugkomen. Of het nou gaat om een monument in Westerbork, of het nou gaat om de terugplaatsing bijvoorbeeld, of het laten staan van barakken, om het zo maar te zeggen, of de sloop van barakken. Elke keer was het antwoord, sloop maar die barakken, een monument hoeft niet. Tot in de jaren 60. Je ziet dat de Holocaust steeds meer aandacht krijgt. Dat er bijvoorbeeld de boeken van, u kent ze waarschijnlijk, het boek van Presser uitkomt, de televisieserie van Lou de Jong wordt uitgezonden. En op dat moment komt er steeds meer aandacht en komt er ook meer momentum, zeg maar, voor een monument in Westerbork. Dus ook eigenlijk over dat monument is 25 jaar, zou ik kunnen zeggen, is daar gediscussieerd over, moet er nou een monument komen in Westerbork of niet. Rechtsboven ziet u een ander bekend monument, zou ik zeggen, die op dit moment in Westerbork staat. Het monument de 102.000 stenen. Dat monument is er begin jaren 90 geplaatst in Kandisteborg. En toen destijds, het was begin jaren 90, eind jaren 80, was het idee, eigenlijk moeten we Kandisteborg, daar moeten we iets meer van laten zien. Maar op dat moment, behalve het Nationaal Monument, was het één grote lege vlakte. En die directie destijds dacht van ja, eigenlijk moeten we proberen om iets beter aan de bezoeker van het kamp duidelijk te maken. Waar bijvoorbeeld barakken hebben gestaan. En moeten we meer herdenkingsplekken organiseren, neerzetten hier in Westerbork. Moeten we eigenlijk een iets verbeeldende plek maken. En ze maakten daar een ontwerp voor. En uiteindelijk was daar een van de onderdelen was daar het monument. De 102.000 stenen was daarvan. En op de dag dat het monument, dat het nieuwe kampterrein eigenlijk werd onthuld door prinses Margriet, als ik het goed zeg, stond er in het NIW, het bekendste weekblad misschien wel voor Joods Nederland, een vrij pittige column van de toenmalige hoofdredacteur die zei, Westerbork, jullie gaan vele bruggen te ver, jullie maken van Kandisteborg een Zaanse schans van de vernietiging. Dus op dat moment was er ook alweer discussie over, in de jaren 90, hoe moet je zo'n kampterrein, moet je dat proberen te verbeelden? Hoe moet je dat weergeven? Linksonder, dezelfde tijd, ging ongeveer de bus rijden in de jaren 90 vanaf het museum naar het voormalig kamp, en die 3 kilometer overbruggend. En ook dat zorgde voor ophef in de krant. En er werd gezegd, ja, eigenlijk moet je helemaal geen bus laten rijden. En tegelijkertijd werd er ook gezegd, eigenlijk moet je er niet voor zorgen dat mensen een broodje kunnen eten of koffie kunnen drinken op zo'n vreselijke plek als Westerbork. Je moet dat ondergaan, die 3 kilometer. En zo'n bus, die luxe, dat moet je niet op die plek doen. En tenslotte rechtsonder, dames en heren, ziet u een foto van een tentoonstelling die in 2008 geopend is in het trainingscentrum. Een tentoonstelling over het interneringskamp Westerbork, over de eerste periode na de bevrijding en de periode dat in Westerbork NSB'ers onder andere geïnterneerd zaten. En toen wij daar in 2008 een tentoonstelling over maakten, was er ook veel discussie, kwamen veel brieven bij het trainingscentrum binnen waarin men zei, op zo'n plek als Westerbork moet je eigenlijk niet vertellen over de interneringsperiode. Je maakt daar een vergelijking mee tussen het leed van de Tweede Wereldoorlog en het leed van die eerste jaren na de oorlog. En daar moet je ver van weg blijven als herinneringscentrum. Dus dat er een tentoonstelling komt over het interneringskamp, dat kan prima in het Drents Museum bijvoorbeeld, maar niet op deze plek, niet bij het herinneringscentrum Kandisteborg. Dus 4 voorbeelden waarvan je kunt zien dat eigenlijk al sinds de bevrijding in 1945 discussie is over het vormgeven van die herinnering van die herdenkingsplek van Kandisteborg. En je ziet ook dat eigenlijk de meningen veranderen. Kijken bijvoorbeeld naar die bus. De afgelopen 2-3 jaar was het door corona eigenlijk bijna niet altijd mogelijk dat er een bus reed vanaf het museum naar het kampterrein. En destijds kregen wij ook klachten niet dat de bus reed, dat een brug te ver was bijvoorbeeld, maar dat de bus niet reed, dat mensen nu moesten lopen. En datzelfde geldt voor het monument 102.000 stenen wat mij betreft. Ik denk dat je weinig mensen in Nederland kunnen vinden die zeggen dat het monument 102.000 stenen een Zaanse schand van de vernietiging weergeeft. En dat Kandisteborg nu veel te veel verbeeldend is. En de meeste mensen zullen juist het andersom het aangeven dat Kandisteborg niet veel verbeeldend genoeg is op dit moment. Dus je ziet dat die meningen veranderen.
Dus teruggaand 2018, 2019, met ons achterhoofd dachten wij, hier moeten we iets mee. We moeten proberen, je kan twee dingen doen als herinneringscentrum. Je kan zeggen, we vertellen gewoon die geschiedenis en we gaan voorbij aan de discussie die geweest is. Of je kan proberen die discussie mee te nemen, zeg maar, een soort van te faciliteren, te gebruiken om daar een groot project mee te gaan doen. Daar laatste hebben we voor gekozen. Het project Herinnering aan Kan Westerbork. En ik zal zo uitleggen waar het allemaal uit bestaat. Onder andere dus uit het publieksonderzoek. Maar we gingen eerst bezig met, hoe willen we dat dan vormgeven? Meestal zoek je dan bijvoorbeeld naar een theoretisch kader. En die vonden we in het boek van Aleida Asman. Aleida Asman is een wetenschapster uit Duitsland. En die heeft proberen eigenlijk te onderzoeken hoe nou die herinnering bij mensen individueel, maar ook in een samenleving werkt. En zij heeft daarvoor een theorie ontwikkeld die bestaan uit 4 verschillende soorten herinneringen die eigenlijk in ieder mens zit en die bepaalt hoe wij terugkijken en terug hebben gekeken op het verleden. Allereerst heeft zij het over de individuele herinnering. In het geval bijvoorbeeld van Kan Westerbork zou je dan als voorbeeld kunnen nemen bijvoorbeeld de herinnering van de overlevende. Dat is echt een individuele herinnering, hoe die terugkeken op hun tijd in Kan Westerbork daarvoor en daarna. En volgens Aleida Asman verandert die individuele herinnering door de tijd heen. Die wordt opnieuw geïnterpreteerd doordat je als mens verschillende dingen in je leven meemaakt. En een jaar of 5, 6 geleden heeft historica Eva Moral een promotie gedaan over, eigenlijk over dit onderwerp. Zij heeft onderzocht en vergeleken dagboeken, ego-documenten uit de oorlogsperiode, geschreven in Kan Westerbork zelf. Autobiografieën van vlak, of brieven of documenten van vlak na de oorlog, en documenten en ego-documenten van de laatste 20, 30 jaar. En daarin zie je een enorm verschil tussen hoe Kan Westerbork wordt herinnerd. En als eerste zegt zij, tijdens de oorlog was het, was er nog de hoop dat het daar misschien in het oosten niet zo zou zijn. Dat men daar niet vermoord zou worden. Dus die 100% zekerheid van wat daar zou gaan gebeuren, had niet iedereen in Kan Westerbork. Dat speelde heel erg mee hoe men bijvoorbeeld naar omstanders keek, hoe men naar de marechaussee keek die het kamp bewaakte. En wat ook mee weegt, zegt zij bijvoorbeeld, is dat je ziet in de jaren 60, en ik refereerde er net al aan, dat je boeken krijgt zoals die van Jacques Presser, De Ondergang, waarin natuurlijk uitgebreid Westerbork aan bod komt. Dat heel veel mensen die boeken hebben gelezen. En het geldt ook voor televisieseries. En op die manier dat verweven wordt in bepaalde herinneringen. Dus dat zie je heel erg terug. In de jaren 70 is er bijvoorbeeld ook allerlei onderzoek gedaan in Amerika naar hoe het geheugen werkt en wat ze onder andere daar gedaan hebben. Ze hebben daar een aantal Theresienstadt overlevenden, hebben ze meermaals geïnterviewd, dus elke 5 jaar ongeveer. En hebben ze elke keer dezelfde vragen gesteld om te kijken, is het verhaal nog net zoals 5 jaar geleden? En wat je daarin bijvoorbeeld ziet is dat verhalen grofweg hetzelfde blijven, maar details veranderen. En dat in de jaren 70, in 1970, iemand wordt geïnterviewd die vertelt, Frans is de bewaker en Kees is mijn medegevangene. En die bewaker, Frans, die sloeg mijn medegevangene Kees bijna dood. En dat 5 jaar later of 10 jaar later de namen verwisseld worden. En dat lijken details, maar dat kan natuurlijk op een verhaal, dat kan de context een heel andere lading geven. Dus die individuele herinnering die verandert doordat wij zaken meemaken, maar ook omdat ons geheugen niet 100% feilloos is. Daarnaast beschrijft Aleida Asman de tweede, dat is de sociale herinnering. En die sociale herinnering is eigenlijk de doorgegeven herinnering binnen een bepaalde kleine gemeenschap. Dat kan een familie of een gezin zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld in het geval van Westerbork de Molukse gemeenschap, de Sinti en Roma gemeenschap, de Joodse gemeenschap zijn. En wat je daarin heel sterk ziet van in de eerste 20 jaar na de oorlog, dat er in gezinnen van overlevenden de oorlog altijd aanwezig is, maar er zeker niet altijd over gesproken wordt. Dat met name de kinderen van overlevenden vaak merken en voelen dat er iets is en dat die oorlog, wat ik al zei, dat die er is in huis, maar dat ouders proberen niet die herinnering die zij zelf hebben door te geven aan hun kinderen. En daardoor dat die kinderen van de overlevenden een heel ander perspectief op Westerbork krijgen dan hun ouders. En binnen het themajaar werken wij ook samen met gastconservatoren, die de tentoonstelling in Westerbork, die bij dit themajaar hoort, onder meer vormgever. En een van die mensen is bijvoorbeeld Jeroen Krabbe. Jeroen Krabbe, zelf geboren in 1944, Joodse moeder, niet-Joodse vader, die
Die vertelt ook dat in de jaren 50 hij verjaardagspartijtjes heeft. En als kind daar bijvoorbeeld zijn tante Sili Sobibor overleefd heeft. En die zit gezellig taartjes te eten. En hij ziet constant ziet hij die tatoeage. Maar nogmaals, het onderwerp wordt niet besproken. En zijn moeder zegt ook op een gegeven moment tegen hem: spreek er maar niet over. En vertel maar niet dat je een Joodse achtergrond hebt. En op die manier heeft hij van Westerbork een heel eigen beeld gecreëerd. Die hij verwerkt heeft in schilderijen. Waarvan hij nog steeds niet weet of dat nou het werk beeld is geweest. En daar is hij eigenlijk ook niet op zoek naar. Hij wil ook voor een deel dat beeld wil hij vasthouden. Het beeld wat hij nou ja, nogmaals zelf gecreëerd heeft in zijn jeugd. En pas in de jaren 80 is in dit geval Jeroen Kabé iets met zijn verleden gaan doen. En u kent misschien wel, hij heeft in de jaren 80 een toneelstuk gemaakt over Anne Frank. En daar speelt hij Otto Frank. En nou ja, daarin draagt hij de echte ster van zijn moeder. De echte Davidster, de echte Jodenster. Dat was de eerste keer dat hij zelf met dit verhaal naar buiten kwam. En tot die tijd was altijd het devies geweest: vertel het maar niet, laat het maar achterwege. Over Jeroen Kabé gesproken gaan we naar de derde herinnering, de culturele herinnering. Die culturele herinnering is eigenlijk het verhaal wat, nou ja, wat de meeste, denk ik, de meeste Nederlanders, de meeste mensen in ons land meekrijgen. Via bijvoorbeeld films, via, nou ja, eigenlijk zijn we nu ook een culturele herinnering aan het maken. Online, via boeken, via televisieseries. En op die manier wordt ook het verhaal van Kan Westerbork wordt verspreid. En het lastige daaraan is dat het verhaal niet altijd op de historische werkelijkheid van Kan Westerbork verteld wordt. En dat geldt met name voor films. U kunt zich misschien herinneren dat een jaar of, denk ik inmiddels alweer 15 jaar geleden, er een film was met de titel Suuskind. Een volgens mij vrij populaire film. Honderdduizenden mensen naar de bioscoop getrokken. En in die film, de laatste kwartier ongeveer, gaat over Westerbork. En de trein komt aan naar Westerbork. En je ziet een overdekt station. En je ziet kampcommandant Gemmeke aankomen op een paard. En die neemt een meisje mee om haar seksueel te misbruiken. In ieder geval, dat is, nou, zo wordt het in beeld gebracht in zijn huis. En nou ja, dat is niet de werkelijkheid, in ieder geval zoals wij die vertellen in Westerbork. En je hebt ook een soort van, dat noem je dan een director's cut. Vroeger kocht je dan een DVD en dan heb je dan de uitleg onder een beeld, kreeg je dan van de regisseur waarom hij iets deed. En daarin vertelt die regisseur dat ja, het geld was bijna op. Hij had nog een klein beetje geld. Hij wilde in eerste instantie wilde hij en Auschwitz en Westerbork wilde hij een film weergeven. Maar daar had hij geen geld meer voor. Dus hij heeft er maar een soort van Westerbork-Auschwitz van gemaakt. Een soort combinatie. Vanwege financiële redenen. En er was maar één plek in heel Europa blijkbaar waar hij kon opnemen. Dat was in Hongarije, dat was een overdekt station. Dus nou ja, goed, er waren inderdaad wel wat ethische kwesties. Maar hij had besloten om dat toch maar op die manier te doen. En bijna niemand kijkt natuurlijk die director's cut. Bijna niemand weet dat. Dus in die zin hebben mensen een beeld van Westerbork gekregen. En wat wij zagen in de maanden na de uitkomst van die film is dat er meer mensen naar Westerbork toekwamen. Maar wel meer mensen met een beeld wat niet klopte van Westerbork. Dus in die zin kun je met een film zoals Suuskind, maar je kunt ook denken aan films zoals Schindler's List, waar ook veel discussie in het verleden over geweest is. Je had in de jaren 70 de serie Holocaust. Heel veel mensen hebben dat gezien, uitgezonden door de TROS in Nederland. Nou, daar zit inderdaad een voordeel, zeg maar, tussen aanhalingstekens aan die films en aan die series, dat het mensen interesseert voor dit onderwerp. Maar aan de andere kant is het beeld wat soms geschetst wordt en die culturele herinnering niet altijd de historische werkelijkheid, of benadert dat niet altijd de historische werkelijkheid. Ten slotte, dames en heren, de politieke herinnering, aangegeven door Aleida Asman. Die politieke herinnering is, zeg maar, de herinnering die een staat of een regering of een belangrijke organisatie in een land wil dat het volk, dat nou ja, de groep met mensen die in een land woont, meekrijgt van een bepaald deel van het verleden. En die is in Nederland zeker ook aanwezig, kom ik zo nog op. Maar die, met name is die heel sterk tegenwoordig aanwezig als het over de Holocaust gaat in Oost-Europa. En ik ben zelf een jaar of 10 geleden ben ik in voormalig Joegoslavië geweest, in een concentratiekamp daar met de naam Jasenovac. En Jasenovac werd tijdens, nou ja, vlak na de oorlog ook wel het Auschwitz van de Balkan genoemd. Echt vreselijke taferelen die ze daar hebben voorgedaan. Honderdduizenden mensen zijn daar vermoord. Zo gaat het verhaal door. En dan heb je het over Roma, dan heb je het over Serven, want het was min of meer een Kroatisch kamp. Dus de Kroaten waren daar, hadden daar de leiding. Joden zijn daar vermoord. Dus echt nogmaals vreselijke taferelen. In de jaren 80 is Jasenovac een belangrijke herdenkingsplek in het voormalige Joegoslavië. Heel veel scholen gaan daar jaarlijks heen.
Dus honderdduizenden bezoekers krijgen zij. En dat verandert eigenlijk in de jaren 90. Het heeft te maken met de Balkanoorlogen. Het probleem doet zich namelijk voor dat tegenwoordig Jasenovac één kamp dus in twee landen ligt. Er ligt een rivier door het kamp heen. En aan de ene kant is het Bosnië-Servië en aan de andere kant is het Kroatië. Nou, u weet dat misschien, het zijn niet twee landen die heel goed tegenover elkaar staan. Dat merk je ook heel erg als je daar bij dat kamp, als je daar komt. Die twee herinneringscentra aan beide kanten van de oever zitten in een herinneringscentrum, hebben in 10, 20 jaar minimaal contact met elkaar gehad. Maar wij waren daar met een groot internationaal project. En het duurde ook bijna 4-5 uur om van de ene naar de andere kant te komen. En aan beide kanten van de rivier, dus aan beide herinneringscentra, kregen wij een rondleiding van een gids. En op de eerste dag waren wij bij het Kroatische gedeelte en werd ons verteld dat er ongeveer, ze hadden onderzoek gedaan, ongeveer 120.000 mensen waren vermoord in Jasenovac. De tweede dag gingen we dus naar het Bosnië-Servische gedeelte en kregen wij nogmaals hetzelfde kamp, opnieuw een rondleiding. En vertelde de gids, er zijn hier in Jasenovac ongeveer 700.000 mensen vermoord. Dus ene dag 120.000, andere dag 700.000, hetzelfde kamp. We hadden allerlei experts op dit gebied bij ons, academici, die vertelden ook dat het zicht op die oorlog volledig vertroebeld was geraakt door die Balkanoorlogen. En dat aan de Kroatische zijde, hadden ze misschien wel het aantal iets omlaag gedaan in de jaren na die Balkanoorlogen. Terwijl aan de Servische zijde waren ze nog steeds uitgegaan van het oude Joegoslavische getal, tussen aanhalingstekens. Waarin gezegd werd, we krijgen herstelbetalingen uit Duitsland, dus hoe meer vermoorde mensen, hoe meer geld we krijgen. En een wetenschapper vatte dat ook prachtig samen en die zei van, you have memory on war and war on memory. En dat was daar heel erg aan het gang. En dat zie je nog steeds terug, dat nationalistische perspectieven in dat soort landen nemen vaak die hele herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, wordt daarin overgenomen. Hebben we ook te maken met een politieke herinnering in Nederland? Zeker. Hoeft niet altijd slecht te zijn, maar ook in Nederland zijn wij als herinneringscentrum bijvoorbeeld afhankelijk van heel veel subsidiegevers. Als wij projecten doen, zoals het project de herinnering aan Kamp Westerbork, hebben wij de subsidies voor nodig. En subsidies stellen vaak eisen aan bepaalde programmaregelingen, of aan zich als subsidiegever, aan hoe het verhaal verteld zou moeten worden. En inclusiviteit is nu een belangrijk begrip. En denk bijvoorbeeld ook aan het slavernijmuseum wat er nu komt. Dat is eigenlijk aangegeven door onze huidige regering. Die heeft gezegd, er moet een slavernijmuseum komen. Dus in die zin, nogmaals, het hoeft niet slecht te zijn. Maar zie je ook dat de politiek zich in de afgelopen, zeker 30, 40 jaar bemoeid heeft met hoe de herinnering aan het verleden, in dit geval de herinnering aan de Holocaust, de herinnering aan Kamp Westerbork, zou moeten zijn. Dus die vier herinneringen van Aleide Asman, dat was ons theoretisch kader als herinneringscentrum in dit themajaar. Nou, wat hebben we allemaal gedaan? Wat doen we eigenlijk op dit moment nog? Want het is een lopend project. Ik zei al, publieksonderzoek is nog steeds op dit moment, we zijn de laatste fase. En dat geldt ook voor veel van de andere zaken die hier op het scherm zien staan. We hebben een grote publiekstentoonstelling die u kunt zien. Dat volgend jaar november. Een symposium wordt er nog georganiseerd in het voorjaar. Allerlei longread artikelen die u kunt lezen op onze website. We werken met gastconservatoren. Ik noemde al Jeroen Krabbe. We zijn eigenlijk begonnen met vier eerste, tweede en derde generatie overlevenden, om het zo maar te zeggen. En we hebben een catalogus die uitkomt. En dus inderdaad, online college reeks, hoef ik niet te vermelden, daar zijn we nu mee bezig. En inderdaad het publieksonderzoek. Om daar verder op in te gaan, op het publieksonderzoek. Wat hebben we nou gedaan in dit onderzoek? Er staat nog 2022, 2023. Het was dus al een jaar eerder. We zijn begonnen in 2021 met een beurs van de NWO, de grote wetenschappelijke organisatie. En het doel was om te kijken dus naar die verschillende betekenissen die leven van Kamp Westerbork. En daarvoor hebben we ons eigenlijk gericht op een aantal dilemma's waar wij in de afgelopen jaren mee te maken hadden gekregen. Allereerst de mate van experience. Dus hoe moet je eigenlijk zo'n plek als Westerbork verbeelden? Denkend aan de woorden van Mauw Kopout. Is het nou een Zaanse schans van de vernietiging, Westerbork, als je dat inricht met een aantal talets in 1992 met een monument? En hoe zou je dat tegenwoordig moeten doen? Daarnaast authenticiteit. Er is een jaar of, volgens mij was dat, ik denk in 2012, 2013, kwamen wij naar buiten met de plannen dat wij, en u heeft ze misschien wel eens gezien in de afgelopen jaren, dat wij in Westerbork een aantal wagons wilden plaatsen. Authentieke goederenwagons. En destijds ontspond zich in volgens mij was het de Volkskrant, een discussie met een columnist die zei, Westerbork
authenticiteit moet je geen goederenwagons plaatsen. Want hij had het idee dat alleen maar derde klas rijtuigen hadden gereden in Westerbork. En hij zei, je moet zo authentiek mogelijk blijven. Dus die authenticiteit is ook iets belangrijk op zo'n plek als Westerbork. En er zijn ook hoogleraren die zeggen, nou, zeker als het over erfgoed gaat, dat authenticiteit vaak een fetish is. Terwijl als je natuurhistorische musea gaat kijken, dat je heel veel replica's tegenkomt. En hoe zit het nou op zo'n plek als Westerbork? Moet je daar een echte barak? Moet je daar geen barak? Mag je daar een replica plaatsen? Dat is een hele relevante vraag, ook voor ons als herinneringscentrum zijnde. Verbinding met de actualiteit, nou, daar hoef ik niet op te wijzen, denk ik. Dat is de nacht van de vluchteling, die discussie die hebben we gehad. En dat is natuurlijk niet de eerste keer dat die discussie er was. En eigenlijk vonden wij het interessant om juist met het publiek te bekijken, in hoeverre mag je nou een verbinding maken met de actualiteit? En zo ja, met welke actualiteit dan eigenlijk? Chockerende beelden. U kent misschien de beelden van de bevrijding van Bergen-Belsen. De Engelsen hebben destijds daar een film van gemaakt. Het zijn nou ja, echt, het woord chockerende beelden is eufemistisch gesteld, zou ik bijna zeggen. Hoe moet je daarmee omgaan op een plek als Westerbork? Moet je daarin beelden tonen met stapels, met lijken? Moet je dat niet doen op een plek waar ook heel veel kinderen komen? Het Antiherinneringscentrum is ook een plek waar in de zomer gezinnen komen, jonge gezinnen met kinderen. Hoe moet je dat vormgeven in een tentoonstelling bijvoorbeeld? De verschillende perioden van Kamp Westerbork, denk dan bijvoorbeeld aan interneringskamp Westerbork. Moet je dat een plek geven op het kampterrein? Moet je die geschiedenis ook vertellen? Nou, in 2008 was er dus ook die discussie. Maar hoe geldt dat bijvoorbeeld met de Molukse periode van Westerbork? Ronald Schattenberg, hoe geldt het met de Indische periode? In hoeverre moet je die een plek geven? En wat is dan de verhouding van die plek ten opzichte van andere plekken? Ten opzichte bijvoorbeeld van de plek die je maakt over het doorgangskamp. Moet er nog een grotere of kleinere plek, et cetera? En tenslotte dader erfgoed. En dan met name natuurlijk de commandantswoning van Westerbork. Die wij ongeveer 10 jaar geleden in ons bezit kregen, tussen aanhalingstekens. En hoe moeten we daarmee omgaan? Moet daar een tentoonstelling in komen? Zou je dat moeten slopen? Wat is dan de verhouding tussen dat dadererfgoed, wat natuurlijk een enorm gebouw is, in vergelijking met de leegte op het kampterrein? Dus dit waren zeg maar de dilemma's, de 6 dilemma's waarvan wij dachten van, hey, die willen we aan het publiek voorleggen. Hoe hebben we dat gedaan? Allereerst enquêtering gedurende 14 dagen. In de periode april tot juni 2021 hebben ongeveer 825 mensen hebben een enquête ingevuld met vragen die dus allemaal te maken hadden met die 6 dilemma's. Daarnaast hebben wij met een grote groep met vrijwilligers hebben wij op het kampterrein gemonitord. Dus in de zin, hoe loopt die bezoeker van Kamp Westerbork nou tegenwoordig? Want je kunt je voorstellen, er is vandaag de dag een Molukse markering op het kampterrein. Als bijvoorbeeld een enquête mensen aangeven dat er veel te weinig aandacht voor de Molukkers is, maar niemand blijkt dat de monitoring komt langs die Molukse markering, dan kun je ook zeggen, er is wel aandacht, alleen mensen vinden die aandacht niet. Dus op dat moment is het niet dat we meer aandacht moeten geven. Misschien zou een conclusie kunnen zijn, maar juist dat we die Molukse markering beter moeten weergeven, een betere plek moeten geven. Ten derde, interviews. Een aantal interviews met tussen aanhalingstekens gewone bezoekers van Kamp Westerbork, dus reguliere bezoekers van Kamp Westerbork, mensen zonder een persoonlijke binding, maar met name ook interviews met mensen uit de herinneringsgemeenschappen. Herinneringsgemeenschappen, dat is een woord van Aleida Asman. Het gaat natuurlijk in het geval van Westerbork gaat het over mensen uit de Molukse gemeenschap, uit de Joodse gemeenschap, de Sinti-Roma gemeenschap, kinderen van de geïnterneerden die hier vlak na de oorlog hebben gezeten. Hoe kijken die naar die verschillende vraagstukken, naar die verschillende dilemma's? En tenslotte vergelijk een literatuuronderzoek. Want u kunt zich voorstellen dat er ook op andere plekken, zoals Westerbork in het buitenland, ook onderzoek of relevant of deelonderzoek gedaan is naar deze vragen. En dat willen we natuurlijk met elkaar vergelijken, zodat je context kan geven bij die cijfers uit de enquêtering, uit de monitor en de gegevens, de data, zoals je dat tegenwoordig dan moet noemen, die uit de interviews kwamen. Ik zei het al, ik ben nog bezig met het schrijven. Uiteindelijk moet er onder meer een artikel uitkomen voor het Tijdschrift voor de Geschiedenis. Dat is een van de oudste tijdschriften op dit gebied in Nederland. Dat ga ik doen samen met mijn begeleider Kees Ribbens van het NIOT, die mij geholpen heeft bij dit onderzoek. Maar alvast een aantal zeg maar deelconclusies, voorlopige conclusies wil ik toch even met u delen. Allereerst linksboven over de bezoeker. En dat lijkt misschien vrij logisch. Maar vaak verval je als ook medewerker van het herinneringscentrum in de bezoeker wil dit of de bezoeker wil dat.
En kijkend ook met name weer naar de resultaten uit bijvoorbeeld het monitoren uit de enquêtering, maar ook uit de interviews blijkt weer dat de bezoeker niet bestaat. De Joodse gemeenschap bestaat niet in die zin dat Bart Wallet, hoogleraar aan de UvA bijvoorbeeld, spreekt over een familie van gemeenschappen. En het geldt ook voor de Molukse gemeenschap, zou ik zeggen. Het geldt ook voor de Sinti en Roma gemeenschap. Kijk bijvoorbeeld naar die Sinti en Roma gemeenschap. Die bestaat uit heel veel verschillende kleine groeperingen die deels een gezamenlijke kijk hebben op hoe de Holocaust zou weergegeven moeten worden. Of hoe de genocide van de Sinti en Roma zou weergegeven moeten worden. Maar ook daarin grote verschillen te vinden zijn. En Sinti en Roma is al een soort van containerbegrip. En Roma bijvoorbeeld hebben op het gebied van hoe zij herdenken, op hoe zij het verleden bekijken, een deels een compleet ander beeld dan Sinti. Spreken voor een deel ook een andere taal, hebben andere culturele uitingen. En Noord-Limburg of in Zuid-Limburg bijvoorbeeld kijkt men vanuit de Sinti-gemeenschap heel erg nog steeds met een conservatieve blik. In de zin, over mensen die overleden zijn spreek je niet meer. En is het dus heel lastig om over een onderwerp als de Tweede Wereldoorlog te spreken. Terwijl in andere delen van Nederland er steeds meer mensen naar voren komen en zeggen, ja, je moet er eigenlijk toch over vertellen. En ook binnen een generatie in de Sinti- en Roma-gemeenschap. En een dorp in Zuid-Limburg, om een voorbeeld te geven, is nog steeds een conservatieve groep, tweede, eerste generatie die zegt, nou, als iemand overleden is, dan geef je dat een graf, maar bijvoorbeeld fotomateriaal mag je niet meer gebruiken. Terwijl derde en vierde generatie daar zegt, dus de achterkleinkinderen en de kleinkinderen zeggen, ja, maar eigenlijk willen we een foto van opa of oma als ze overleden is. En daar hebben ze bijvoorbeeld een soort van luikje gemaakt met een foto erachter. Dus voor de eerste en tweede generatie die zien bij aankomst, zien ze die foto niet. Maar de derde generatie en vierde generatie heeft altijd de mogelijkheid om dat luikje open te doen en te kijken naar die foto. Dus je ziet ook binnen generaties dat binnen die Sinti- en Roma-gemeenschap men anders naar het verleden, en in dit geval anders naar een plek als Kamp Westerbork kijkt. In 2018, 2019, kunt u zich misschien herinneren, kwam de NS met een soort van regeling waarin nabestaanden een tegemoetkoming konden krijgen voor wat er gebeurd was, voor de transporten die de NS had georganiseerd naar Kamp Westerbork en vanuit Kamp Westerbork. En destijds hebben zich meer dan 150 stichtingen namens de Sinti- en Roma-gemeenschap gemeld als vertegenwoordiger om mee te spreken. En de Sinti- en Roma-gemeenschap in Nederland bestaat uit een paar duizend mensen. En eigenlijk binnen die paar duizend mensen heb je dus 150 stichtingen die zeggen, ja, wij willen graag als enige vertegenwoordiger meespreken. Dus dan zie je alweer hoe divers eigenlijk zo'n gemeenschap, in dit geval de Joodse gemeenschap is, of sorry, de Sinti- en Roma-gemeenschap is, als het gaat over het kijken naar een plek als Kamp Westerbork. Daaronder ziet u, rechtsonder ziet u staan, het begrip wereldgebeurtenissen. Je ziet dus dat die herinnering aan een plek als Kamp Westerbork heel erg veranderd is. Niet zozeer omdat die plek verandert, niet zozeer omdat wat georganiseerd wordt veranderd, maar met name ook omdat de wereld om ons heen verandert. En kijk bijvoorbeeld naar de Nacht van de Vluchtelingen. In de jaren 90 is bij het herinneringscentrum 3 jaar lang ook, zijn ook lopen tussen aanhalingstekens georganiseerd. Want in die periode waren de Balkanoorlogen en was er het idee om mensen te laten lopen vanaf het museum naar het kampterrein toe, stil te lopen, georganiseerd door de appelgroep Westerbork. En destijds was daar eigenlijk weinig kritiek op. Er kwamen geen brieven binnen. Er was natuurlijk nog geen social media, maar aan de kranten was er ook weinig ophef op. En elke maand werd dat georganiseerd en dan kwamen duizenden mensen op af. Dus waarom kon dat toen wel, zou je kunnen zeggen, een soort van wandeling voor vluchtelingen nu? En waarom kan dat dan in 2019 niet? Ik denk, onder andere zijn meer de reden voor te geven, maar dat onze kijk op vluchtelingen in de jaren 90 anders was dan het nu is. En dat zeker na de opkomst van Pim Fortuyn, om een voorbeeld te geven. Maar ook 9-11, dat ons wereldbeeld van bijvoorbeeld islam, maar ook van vluchtelingen veranderd is. En dat natuurlijk meegespeeld heeft en hoe er vervolgens met de plek als Kamp Westerbork wordt omgegaan. Voor jongeren of voor ouderen? Met name tijdens de enquête, maar ook tijdens de interviews, kwam de vraag naar voren. Van ja, voor wie moet eigenlijk Westerbork zijn? Voor wie zouden we nou primair moeten inrichten? Wie zou nou onze, lelijk woord, doelgroep moeten zijn? En ouderen die geïnterviewd werden, maar ook de oudere groep binnen de enquêtering, die gaf met name aan, ja, voor ons is Westerbork belangrijk, maar het is nog veel belangrijker dat Westerbork als plek
gebruikt wordt voor jongeren. Voor scholen, voor schoolgroepen, voor scholieren. Dat die het verhaal verteld zouden moeten kunnen krijgen daar. Jongeren daarentegen gaven het tegenovergestelde antwoord. Die zeiden, nee, Westerbork, tuurlijk moet dat voor ons belangrijk zijn. Is dat een plek waar ook wij moeten komen? Maar het moet met name een plek zijn waar die overlevenden en nabestaanden kunnen herdenken. Dus je ziet eigenlijk dat in zo'n publieksonderzoek, ziet dat eruit komen dat generaties voor elkaar willen denken en voor elkaar een plek willen inrichten. En ouderen zeiden bijvoorbeeld, ja, als het voor jongeren doet, moet je vooral ook met moderne technieken werken. Je moet met een VR werken en met apps op je telefoon. En bij navraag zeiden die jongeren, een aantal van de jongeren, misschien wel de meeste van de jongeren, zeiden van ja, ik hoef niet zo nodig mijn telefoon aan een plek als Westerbork. Ik hoef niet zo nodig een VR te hebben. Dus je ziet dat het idee dat een VR of een app, dat zaligmakend is. Voor een deel van de bezoekers werkt het inderdaad. Of die denken dat het voor hen gaat werken. Maar dat is niet zo dat alle jongeren inderdaad concluderen dat een VR of een app, dat de manier is om het verhaal van Kamp Westerbork te vertellen. Dat is meer de perceptie die wij, ik ben inmiddels ook 40 plus, over jongeren hebben. Dat wij denken dat jongeren op die manier het beste leren. Maar dat hoeft dus in de ogen van die jongeren zelf niet altijd zo te zijn. Beleving of belevenis. Gaan we terug naar Mauw Kop uit. Is Westerbork nou een Zaanse schans van de vernietiging geworden in de ogen van de bezoeker van Kamp Westerbork? Als je nou kijkt naar de enquêtering, dan lijkt het ogenschijnlijk niet het geval te zijn. Juist het tegenovergestelde. 75% ongeveer van de mensen gaf aan dat er meer barakken in Kamp Westerbork geplaatst zouden moeten worden. En 30% van de bezoekers in die enquêtering gaf aan dat wat hen betreft bijna het hele kampterrein teruggebouwd mag worden. En bijna alle barakken daar teruggeplaatst of geplaatst zouden mogen worden. Dus ogenschijnlijk lijkt het dat er meer verbeelding zou moeten komen in Kamp Westerbork. Aan de andere kant is er ook nog steeds een groep. Als je bijvoorbeeld kijkt op Google, heb je die Google Reviews die aangeeft dat zij juist de leegte van die plek heel erg op prijs stellen. Dat ze juist op prijs stellen dat Kamp Westerbork, dat die leegte hun de mogelijkheid geeft om zelf dingen te interpreteren. Dat zij daar op hun eigen herinnering in hun hoofd, dat ze dat kunnen meenemen op die plek en dat die plek juist niet volgebouwd is. En dat noem je ook wel in de literatuur en in de wetenschap noem je dat een notion of absence. En dat is eigenlijk dat je die plek, en dat is ook wat in de jaren 80 en jaren 90 plekken zoals Westerbork vaak gebruikt werd, die leegte, dat mensen juist hun eigen gedachten kunnen laten gaan op een plek als Westerbork. Dus of iets een beleving is, of iets een belevenis is, een beleving. Ik citeer een briefschrijver naar aanleiding van een VR van Westerbork. Beleving is niet verkeerd, belevenis is vele bruggen te ver. Is heel erg aan de bezoeker zelf. En je ziet dus dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is. Dat op het oog lijkt dit alsof de meeste mensen meer barakken terug willen of willen hebben in Kamp Westerbork. Maar dat er dus ook een redelijk aantal mensen zijn die zeggen nee, wij willen juist die leegte. En daarbij is ook nog de vraag van ja, wat is dan meer barakken? Is dat 1 barak? Is dat 2 barakken? Is dat 10 barakken? Wanneer is dan het doel bereikt? Dus die grens tussen beleving en belevenis is heel erg lastig. I Will Survive. U kent misschien het liedje van ofwel de Hermes House Band of van Gloria Gaynor. En u denkt misschien, wat heeft dat nou met dit onderwerp te maken? In 2012, zeg ik uit mijn hoofd, was er een Australische familie, een Australische kunstenaar, die met haar familie langs kampen in Europa trok en daar filmpjes opnam van hunzelf dansend in kampen op het liedje I Will Survive. U kunt op YouTube kunt u die filmpjes terugzien, dat heet Dancing Auschwitz. En u ziet dan inderdaad mensen die vrolijk aan het dansen zijn. Althans, zo lijkt het op bijvoorbeeld Auschwitz. En volgens mij doen ze het ook nog in Dora Mittelbau op nog een aantal andere plekken. Dat heeft een enorme discussie, heeft daartoe geleid op internet. En die discussie, in eerste instantie zijn de meeste mensen als ze dat filmpje zien zeggen dat is het ergste ongeveer wat ik ooit gezien heb. Dit kan je niet doen op een plek als Auschwitz. Gedeeltelijk verandert dat als mensen horen dat een van de mensen die aan het dansen is zelf een Auschwitz-overlevende is. En hij zegt, ik dans daar, want ik kan nog dansen. En hiermee vier ik, zeg maar, tussen aanhalingstekens, mijn overwinning op de nazi's. En dat roept eigenlijk de vraag op, in hoeverre mogen wij herdenken op een plek als Westerbork? En heeft het er ook nog mee te maken wie eigenlijk herdenkt op een plek als Westerbork? Dus
zijn er ook nog verschillen tussen aan te geven? En dat is een heel interessant gegeven, dat filmpje. Kijkt u het na en kijkt u vooral ook wat uw eigen mening is. Dus Dancing Auschwitz, via YouTube kunt u dat terugvinden. Ook daarnaast staat misschien een term die u niet in eerste instantie bij het publieksonderzoek had bedacht. De term frikandellenbroodje. Bij het herinneringscentrum wordt al, ik denk al een jaar of 10, een oven deluxe frikandellenbroodje verkocht. En u kent ze wel van de Albert Heijn of van de Jumbo. En dat zijn van die ovenbroodjes. En die verkoopt men ook al 10 jaar lang bij het trainingscentrum, zonder dat daar noemenswaardige kritiek op gekomen is. Stelt u zich voor dat we bij het trainingscentrum een cafetaria zouden maken met een frituurpan en daar broodjes frikandel zouden gaan verkopen? En je kunt dan zeggen, het zijn dezelfde, precies dezelfde ingrediënten, alleen de bereidingswijze maakt het verschil. Want ik denk, als er een cafetaria bij Kan Westerbork zou komen, dat blijkt ook uit het publieksonderzoek, dat was de vraag waar bijna iedereen negatief op antwoordde. Dus je mag in feite wel, zou je kunnen zeggen, een frikandelbroodje deluxe verkopen in een museumcafé, maar een cafetaria en daar een broodje verkopen met dezelfde ingrediënten is weer een brug te ver. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat het eigenlijk op een plek als Westerbork om details draait. Het draait om balans vinden. En die details, waar loopt die ethische grens tussen wat je wel en wat je niet mag doen, die is ongeschreven en die is ontzettend lastig te vinden. En die ligt dus heel erg op details. Dus werken bij het herinneringscentrum, wat mij betreft, is ook heel erg werken met zorgvuldigheid en heel erg letten op die details. Authenticiteitservaring, dat is een begrip van de Westerbork hoogleraar Rob van der Laassen. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, zijn mensen nou op zoek naar authenticiteit? Zijn mensen op zoek naar echte barakken? Zijn mensen op zoek naar echte wagons? Of zijn mensen op zoek naar wat zij denken dat echt is? En een jaar geleden ongeveer kwam er een boek uit van voormalig directeur Dirk Mulder. En in dit boek, dat gaat over onder andere hoe de transporten verliepen vanuit Kan Westerbork. En in de pers kwam naar voren dat hij zei dat 60% ongeveer van de treinen die vertrokken uit Kan Westerbork bestond uit derde klas rijtuigen. En 40% van de treinen bestond uit goederenwagons /veewagons. En dit was voor sommige mensen misschien een nieuw feit. In de zin dat de meeste mensen het beeld van Westerbork hebben, dat van de Westerborkfilm, de bekende Westerborkfilm, van die goederen veewagons die vertrekken uit Kan Westerbork. En destijds schreef Marcel Levy, bekend van de corona, om het zo maar te zeggen, schreef een column waarin hij eigenlijk stelde dat je moet heel erg voorzichtig moest zijn met dit soort nieuwe gegevens. En zeker als dat gegevens zouden zijn die konden leiden tot holocaust distortion, tot verdraaiing van het beeld. En dat zou bijvoorbeeld rechtsextremisten in de kaart kunnen spelen. En dat is natuurlijk een hele relevante vraag, ook voor ons bij het herinneringscentrum. Want in hoeverre moet je inderdaad vasthouden aan een beeld dat er van een plek als Kan Westerbork bestaat? Of hoeverre moet je eigenlijk op zoek gaan naar die historische werkelijkheid? En in die zin, terugkomend op wat Rob van der Laassen vertelde, authenticiteitservaring. Hij zegt dat de meeste mensen eigenlijk op zoek zijn naar wat zij denken dat Westerbork zou moeten zijn en niet wat Westerbork misschien geweest is. En dat dat ook een van de redenen is dat we die discussies hebben op een plek als Westerbork. Maar u heeft het waarschijnlijk meegekregen de afgelopen maanden. Discussies die ook zijn bijvoorbeeld als het gaat over het Fuzet Museum, als het gaat over het NIOD vorig jaar met het onderzoek naar de Bershjab, als het gaat over de excuses op een ander terrein van de geschiedenis die we gemaakt hebben van de week. Over het kolonialisme, over ons koloniaal verleden, over de slavernij. Dus je ziet dat tegenwoordig, in dat opzicht, die authenticiteitservaring heel belangrijk is in onze kijk naar het verleden. Beeldvorming. Ik refereerde er net al aan die Nacht van de Vluchteling en kijkend ook naar 2019 en kijkend wat het herinneringscentrum in die periode georganiseerd heeft. Als je dan bijvoorbeeld alle gastlessen georganiseerd vanuit het herinneringscentrum, alle rondleidingen daarin meeneemt, die bij het herinneringscentrum, ik zie de rondleiders ook hier in de online zaal, tussen aanhalingstekens. Als je dat allemaal meeneemt, dan zijn er bij het herinneringscentrum ongeveer in 2019 ruim 3500 activiteiten georganiseerd. Een enorm aantal. En van die 3500 activiteiten hadden 3 een nadrukkelijke directe verbinding met de actualiteit, waar dus de Nacht van de Vluchteling één van was. Dus relatief gezien
een ontzettend laag aantal. En zeker ook als je vergelijkt met de jaren daarvoor. Je ziet er dat vanaf de jaren 80, elke 5 jaar, als het weer zoveel jaar geleden, bouwvluchtelingenkamp Westerbork is, dat wij aandacht hebben besteed aan dit onderwerp. En vaak relatief gezien, procentueel gezien, veel hogere, nou ja, maakte dat een veel groter onderdeel uit van ons jaarprogramma. Dus in 2019 ongeveer 3500 activiteiten, 3 daarvan een directe nadrukkelijke link met de actualiteit. Als je nou kijkt naar hoeveel media aandacht besteed heeft aan activiteiten van het trainingscentrum in 2019, dan slaat dit vooral door naar juist die actualiteit. Als je kijkt op Twitter, als je kijkt op social media, als je kijkt nou ja, hoe Westerbork soms benoemd wordt in die periode, staat dat in schil contrast met die cijfers. En vaak zie je ook dat discussies ontstaan, in dit geval over de Nacht van de Vluchteling, niet altijd over de inhoud of daadwerkelijk wat er gaat gebeuren, of over een tentoonstelling, maar vaak over hoe het verteld wordt in de media, hoe het naar voren wordt gebracht. En we hebben natuurlijk nu de discussie rond het Verzetsmuseum gehad, en ook daar ging het nadrukkelijk weer over het woord held, dus over één onderdeel van een nieuw museum. En dat zie je dus ook heel erg terugkomen bij discussies die hierover gaan over het onderwerp. In zijn algemeenheid denk ik ook in de tijd waarin we leven, dat beeldvorming heel belangrijk is. En beeldvorming in de zin dat mensen nogmaals authenticiteitservaring een bepaald beeld van Westerbork hebben. En ook een bepaald beeld van wat wij als herinneringscentrum doen en wat wij zouden moeten doen. En wat wij wel of niet doen in dat geval. Leren van Westerbork, dames en heren. Ook dat kwam terug in het onderzoek wat ik onder andere gedaan heb. Ik heb een jaar lang op Twitter heb ik gekeken in hoeverre Westerbork terugkwam. En het grootste gedeelte van de berichten die op Twitter zie terugkomen in de periode april 2020, april 2021, hebben een verbinding met de actualiteit. En hebben te maken of hadden te maken met corona. In de zin dat er mensen waren die ons ook mails hebben gestuurd, maar met name ook op Twitter actief waren, die de vraag stelden of Westerbork opnieuw in gebruik is genomen zou worden als quarantainekamp voor mensen die in ieder geval tegen de corona waren, om het zo maar te zeggen, of tegen de coronamaatregelen waren. Aan de andere kant had je ook een groep met mensen die juist zeiden, schande dat er dit soort berichten worden geplaatst. En je kunt zich misschien nog herinneren dat er een aantal jongeren waren in Urk, die in nazi-pakken rondliepen om hun punt te maken over de coronamaatregelen. Dat is een van de onderdelen die je terug ziet komen in dit geval over die discussie over Westerbork en coronamaatregelen. En tegenstanders van die groep die zeiden juist nee, het is een schande dat je dat doet, dat je de vergelijking maakt tussen Westerbork en corona. En eigenlijk moet je mensen naar Westerbork toesturen om te leren van hoe het wel zou moeten. Dus in dat geval zie je Westerbork terugkomen als verbinding met actualiteit. Maar je zag Westerbork ook terugkomen als plek waar je zou moeten leren hoe het wel zou moeten. En als de jongeren in dit geval van Urk naar Westerbork zouden gaan, dan zouden ze, daarna zouden ze weten wat ze wel moeten zeggen, zouden moeten zeggen en wat ze niet moesten zeggen. En dat lijkt heel erg van het hier en nu te zijn, maar dat zie je dus ook eigenlijk al in de geschiedenis van het trainingscentrum zie je dat terugkomen. Want in 1983... voordeelt een rechter al supporters van FC Utrecht tussen aanhalingstekens, die allerlei leuzen riepen over Joden, werd al veroordeeld tot een bezoek aan Kamp Westerbork om juist daar te leren hoe het zou moeten. Dus daarin die context zie je dus ook dat leren van Westerbork iets is wat eigenlijk bijna dagelijks plaatsvindt, bijna maandelijks plaatsvindt op een kamp, op een plek als Kamp Westerbork, dat er genoeg schoolgroepen bij ons komen waarvan juist gezegd wordt, je moet leren van een plek als Kamp Westerbork. Nog 2 te gaan, beperkt museum voor iedereen. En veel wat je zag terugkomen in het publieksonderzoek waren paradoxen, zoals ik dat genoemd heb, van de herinnering. En ook hier was dat heel duidelijk zichtbaar in de zin dat mensen zeiden, ja, je moet chockerende beelden kunnen tonen in Kamp Westerbork, je moet de hele waarheid tonen, maar Westerbork moet ook een plek zijn waar jonge kinderen kunnen komen. En die jonge kinderen moeten niet belast worden met die chockerende beelden. Dus je wordt in dat opzicht, krijg je 2 meningen die met elkaar botsen. 2 soorten herinneringen, Aleida Asmal weer in ogenschouw nemend, die door elkaar heen lopend. En dat geldt eigenlijk ook voor de laatste die ik met u wil bespreken.
één periode, twee perspectieven. En dat gaat met name over de interneringskamp Westerbork. We hadden het er al over, die tentoonstelling in 2008. En wat heel erg uit dit publieksonderzoek, maar uit andere publieksonderzoeken naar voren kwam, is dat er, nou ja, merkwaardig genoeg, zou ik bijna zeggen, gesteld werd dat er ook over de interneringskampperiode in Westerbork verteld zou mogen worden. Maar wel dat het hele verhaal verteld moest worden. En dat het hele verhaal verteld moest worden kwam bijvoorbeeld van een aantal Joodse nabestaanden. En die zeiden, ja, het hele verhaal moet je vertellen. Dus wat je ook voornamelijk moet vertellen, als je een tentoonstelling maakt over het interneringskamp Westerbork, is over wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Dus die NSB'ers die na de oorlog in Westerbork zitten, die geïnterneerden, wat hebben zij tijdens de oorlog gedaan? En dat moet je ook duidelijk maken, dat het daders, of in ieder geval een deel van hen, daders zijn geweest. Dezelfde vraag kwam dus ook bij kinderen van foute ouders. En die zeiden juist het tegenovergestelde. Of in de zin, die zeiden nog steeds het hele verhaal verteld moet worden. Maar die bedoelden daar juist mee dat ook die periode na de internering, dat dat meegenomen moest worden. Dat daar de nadruk misschien wel op moest komen te liggen. Die periode dat met name ook zij, maar ook hun ouders te maken kregen met, nou ja, hoe moeten zij weer terugkomen in die maatschappij. Dus zelfs aan één zin het hele verhaal verteld moet worden, kun je verschillende interpretaties op loslaten. Gaan we naar de conclusie, en dat is een vraag die ik regelmatig ook tijdens dit publieksonderzoek gehad heb. Kun je het eigenlijk ooit helemaal goed doen op een plek als het herinneringscentrum kan, op een plek als Kamp Westerbork, bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork? Het antwoord is denk ik tweeledig, nee en ja. Het heeft te maken met die paradox van die herinneringen. Die paradox van herinneringen, en daarmee bedoel ik mee die verschillende vormen van herinnering van Aleida Asman, die dus in ons mensen constant met elkaar in discussie zijn. En dat zag je ook heel goed bij het interneringskampverleden bijvoorbeeld, dat het soms een discussie is tussen het hoofd en het hart. En destijds in 2008 was er een Joodse overlevende en die schreef een brief aan de toenmalig directeur. En daarin schreef hij: ik snap wel dat jullie op een plek als Kamp Westerbork hier een tentoonstelling maken. En rationeel is het ook wel te verklaren dat je dat doet op deze plek. Maar gevoelsmatig begrijp ik het niet. Want het is mijn plek waar ik wil herdenken. En dit neemt voor mijn gevoel een deel van die daarvan weg. En dat is wat je heel erg merkt als het gaat om dat publieksonderzoek. Die paradox van die herinneringen, die tegenstellingen die je op elk vlak bijna op al die 6 dilemma's. Kom je die tegen? Kun je het ooit goed doen? En antwoord is dus wat mij betreft nee en ja tegelijkertijd. Aan de andere kant, hoe zou je het dan wel moeten doen? Hoe kun je nou straks als we toegaan misschien wel naar een nieuw kampterrein of een nieuw heringericht kampterrein, kan ik beter zeggen, of naar een nieuwe tentoonstelling of naar een museum, hoe moet je daar nou mee omgaan? Het proces, de communicatie is ontzettend belangrijk. Ga met mensen in gesprek en probeer zoveel mogelijk mensen eigenaar te maken van je plek. En probeer ervoor te zorgen dat Kamp Westerbork ook een plek is waar iedereen, zoveel mogelijk mensen, kunnen herdenken. Dat is denk ik een essentieel onderdeel. Het bezoek begint bij de intrinsieke motivatie. Iedereen die naar Kamp Westerbork toe gaat, heeft een bepaalde reden om die drempel van het museum over te stappen. En begin daarbij. En bij de ene persoon kan dat zijn familieverleden zijn. Bij de andere persoon kan het zo zijn dat hij onderzoek wil doen als academicus of als student. En bij de derde persoon kan het zo zijn dat een meisje van 14, je kunt zich dat voorstellen, die net het dagboek van Anne Frank heeft meegenomen. En elk heeft voor elk bezoek zou eigenlijk een eigen soort startpunt zouden moeten komen. En op die manier kun je mensen ook heel erg meenemen in hoe zij naar Kamp Westerbork kijken. En je kunt tegelijkertijd ook verschillende andere perspectieven op een plek als Kamp Westerbork weergeven. En tenslotte, words matter. En daarmee bedoel ik dus dat, kijkend naar de discussie die we hebben de afgelopen weken hebben gezien bij het Verzetsmuseum, dat je heel zorgvuldig moet omgaan met de woordkeuze die je gebruikt, met woorden die je opschrijft. En in dat opzicht zie je dat ook in het publieksonderzoek zie je dat terugkomen. Want hebben we het over Kamp Westerbork, hebben we het dan over gevangenen, hebben we het over bewoners. En dat discussies soms kunnen ontstaan over een bepaald woord en niet over de context die je wil geven. Dat over het publieksonderzoek. Heeft u vragen, dames en heren? Als er geen vragen zijn,
dan dank u voor uw aanwezigheid bij dit online college reeks. Zoals ik al zei, het online college zal in de komende weken, waarschijnlijk in het nieuwe jaar na de kerstvakantie, op onze social media kanalen verschijnen. Mocht u nog vragen hebben na de tijd, kunt u natuurlijk altijd mailen aan mij of via het algemene mailadres sturen info@kanbestenbok.nl. En voor de rest wens ik u nog een fijne avond. Dank u wel.